Er staat weer een competitiewedstrijd op het programma vandaag. Mijn naam is Evert de Napel en ik verzorg samen met Jurie Mulder het commentaar. De thuisploeg begint deze wedstrijd als de ploeg met de meeste doelpunten in de competitie, Jurie. Ja, tot nu toe is het erg leuk om ze te zien spelen. En al die doelpunten die ze aan de lopende band scoren. Hopelijk krijgen we vandaag ook weer een paar te zien. Met deze formatie stappen ze vandaag het veld op. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. De ploeg gaat in deze opstelling van start. De ploeg begint in een offensieve 4-5-1 opstelling. Hoe denk je dat de thuisploeg vandaag gaat spelen, Jurie? De play-offs staan voor de deur, maar er is nog een reguliere competitiewedstrijd te gaan. Ik denk dat ze ver kunnen komen in de play-offs. Dames en heren, de wedstrijd is begonnen en ik wens u heel veel kijkplezier. Ze mogen ingooien. Ja, en nu? Laten we die goal nog maar eens bekijken. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Zo doe je dat. Hij erovert de bal met zijn dekkel. Hij. En meteen al een vrije trap. Doet hij goed. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Dimitrievic. Franjic. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hier kwijt. Het schot. Bal over de achterlijn. Hoekschop dus.
Prima goal, goed gedaan. En de aanvaller raakt de bal goed en kopt hem erin. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Dimitrievic. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Prachtig balletje hoor op zijn medespeler. Wat een actie! Wat een waanzinnig schot. Ja, dat is hem. Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. De goal vanuit een andere hoek. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Bal weer terug. Dimitrievic. Wat een waardeloze voorzet. Zo in de voeten van de verdediger. Ja, en nu? Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Op de dreef en een schot. Hier komt de hoekschop aan. Die bal is voor de doelman. Ja, we staan gewoon goed op te letten. Dit wordt menens. Hij zit erin. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Dimitrievic. De tackle wordt niet bestraft, doorspelen dus. De scheidsrechter geeft een vrije schop.
over de lijn inworp. De scheidsrechter fluit. Dat schot wordt in de lucht geblokt door de muur. En die vrije trap stuit op de muur. Een juweeltje dit schot. Oh, hij scoort. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. En daar is de keeper kansloos. Het schot is te goed geplaatst. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Dimitrijevic. Houdt hij het hoofd koel? Schiet! En doelpunt! Goeie opbouw, goede goal hoor. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Hij was kansloos bij de rebound. Cool afgemaakt door de aanvaller, die goed opletten. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Anderson. Grant. Dimitrijevic. Gaat dit hem worden? De bal komt terug van de paal. Dit is wel een erg dure rekening die hij ze hier voorschotelt. Een hattrick. Drie geweldige goals. Nummer 3. En dat maakt een hattrick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. De goal vanuit een andere hoek. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Wat een actie. Dan schiet hij. Een lop over de keeper was de bedoeling, maar die... De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hoed voor geel. Die bal is weg, maar waar komt die terecht? De scheidsrechter fluit. Wat heeft hij gezien? Een overzicht van alle overtredingen die zijn gemaakt.
Bij de jeugd wordt je toch al geleerd om met beide benen te schieten, maar deze jongen heeft kennelijk niet goed opgelet toen. Ja, dat was overduidelijk zijn zwakke been, ja. En hier zien we hoe die bal erin ging. In het strafschopgebied krijgt hij de bal en plaatst hem beheerst rechts in de hoek. Doet hij goed. Op zoek naar zijn derde goal. Wat zal hij balen dat hij gemist heeft. Ja, want zoveel hat-tricks heeft hij nog niet gemaakt. Anderson. Het is rust en we zijn al flink verwend met doelpunten. Het mag geen verrassing heten dat de thuisploeg na de eerste helft voorstaat. Ja, Evert, wij worden even flink te kijk gezet. Opeens scoren ze de ene naar de andere. Nou, deze ploeg lijkt in niets op wat we van ze gewend zijn, Evert. Daar gaan we weer. De voorsprong is groot en ik denk niet dat we nog een grote verrassing te zien zullen krijgen. De verschillen zijn gewoon te groot. Grant. Het idee was goed. Dimitrijevic. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Grant. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Ja! Goed gezien door de grensrechter daar. Het is een inworp en geen hoekschop. Hij neemt hem. De bal gaat naast. De bal gaat over de achterlijn en dus een doeltrap. Die actie gaan we nog eens bekijken. Overtreding, vrije schop. Het schot. Bal komt terug. Ze krijgen een inworp. Hij heeft hulp. Wat een waanzinnig schot. Stop de bal, maar het gevaar blijft. Ja, en nu? Niet echt een kansrijke poging. Maar ja, ze staan toch al voor. De trainer heeft er genoeg van en haalt hem eruit. Was hij dan zo slecht? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar hij haalde het niveau van zijn team wel omlaag. Snel vergeten deze wedstrijd.
Gaat hij het redden? En doelpunt! Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Dimitrijevic. Wilkinson. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Hij is er bijna. Op de lat. En die zit. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Ja, en nu? Een hard schot, maar geen probleem voor de doelman. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Het is wachten op de corner. Laten we dat doelpunt nog een keer bekijken. Hij raakt hem in één keer vanuit de 16 met de wreef door het midden van het doel. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Hij doet het. Veel te ver naast. Grandjic. Brown. Hij gaat ervoor. En die hangt. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? Dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. En die bal gaat erin, het scheelt heel weinig.
Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Die gaat uit, het is een inworp. Rand. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Diep. Ja, en nu? De verdediger blokkeert dat schot. Goeie ingreep van de doelman. Houdt die bal bezit? De wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Wordt dit een doelpunt? Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. De voorzet belandt bij een verdediger. Goeie getimede slijding van de verdediger. Het is een inworp. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Brown. Gaat hij het redden? Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet, nee. Hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij nog een keer proberen. En nu doorgaan. En die zit. Dat zie je niet elke dag. Een doelpunt van een verdediger. Nee, en hij bewijst hier hoe veelzijdig hij is, Evert. Ja, en dit is natuurlijk geweldig om het zo af te sluiten. Ze stonden al voor, maar dan nog dit doelpunt erbij. Fantastisch. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Anderson. Rand. We krijgen.
krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. En ze winnen de bal terug op het middenveld. We zien door de scheidsrechter, wat gaat hij doen? Wat een prachtig paasje op zijn ploeggenoot. De partij is afgelopen. Een overtuigende overwinning hoor. En verdiend als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band, Evert. En die maakte echt het verschil vandaag.